Ben jij nou op zoek naar een elektrisch bedrijfswagen, maar is de actieradius van de meeste bedrijfswagens te beperkt voor jou? Dan komt Kia met een oplossing. Zij hebben namelijk van de Kia Niro EV een cargo versie gemaakt, waardoor je tot 460 km kan rijden met de auto en heb je ook nog eens veel laadruimte. In 2025 is het zover, dan komen verschillende grote steden met een emissievrije zone. En dat houdt in dat je met een bedrijfswagen niet meer de binnenstad in mag als je een euro 4 of lager hebt. Kies je nou bijvoorbeeld voor een elektrische auto alvast om erop voor te bereid zijn, ja, dan loop je nog wel eens tegen het risico aan dat de actieradius te beperkt is. En daarom is Kia met twee modellen gekomen met een cargo versie. Dat is de Kia e-Soul, die hebben we niet bij ons, maar wel de Kia Niro EV. Bij de Soul heb je nog aan de buitenkant dat je kan zien dat bijvoorbeeld die ramen geblendeerd zijn. Hier is van de buitenkant eigenlijk niks aan die auto af te zien dat het om een bedrijfswagen gaat. En dat hebben ze toch wel leuk verwerkt. Het is toch ook voor de werknemer wat anders dan in een bus rijden. En het oogt voor de klant wellicht ook weer wat anders. Dus dat heeft Kia heel leuk gedaan. Ja, en verder over de buitenkant hoeven we niet zoveel te vertellen, want het gaat natuurlijk uiteindelijk om het interieurruimte van deze auto. Om te kijken van wat heeft deze voor de ondernemer. Het valt misschien wel op dat deze auto niet voorzien is van een grijs kenteken of een kenteken in ieder geval met een V, de letter V. Dat heeft ermee te maken dat normaal gesproken een bedrijfswagen wel het kenteken heeft, want dat scheelt BPM. Normaal gesproken hoeft dat niet betaald te worden over een bedrijfswagen. Alleen een elektrische auto heeft nooit BPM, of in ieder geval op dit moment nog niet. En dat zorgt ervoor dat het verder geen fiscale voordelen heeft om voor zo'n V-kenteken te gaan bij deze auto. En daarom dat ze ook gewoon een normaal kenteken voor een personenauto hebben gebruikt. Ja, en kijk je naar die auto, wat ik net al zei, het lijkt echt een normale Kia van de buitenkant, een Kia Niro EV. En als we aan de deuren openen, dan zie je hier dat je meteen bij die vlakke laadvloer uitkomt. Ze hebben hier ook de stoelen of de achterbank eruit gehaald en dan hier alle materialen in verwerkt. De vloermatjes liggen er gewoon nog. En ik zal hier ook even de kofferbak openen. Want qua ruimte heb je zo'n 1,5 vierkante meter aan laadruimte. En qua breedte kijk je naar een 1150 mm. Hoogte is 940 mm en de diepte is 1390 mm. Wil je nou de Kia Niro EV Cargo aanschaffen? Nou, dat werkt eigenlijk als volgt. Je bestelt een normale Kia Niro EV. En die laat ze dan ombouwen door een Nederlandse ombouwer. En dat is Vet Automotive. En ze hebben daarvoor dan twee kits waar je uit kan kiezen. Allereerst de basiskit en daarna de Pro Kit. De basiskit bestaat uit een vlakke aluminium laadvloer. Met een stalen schijningsrek achter, hè, achter de voorstoelen. En verder heb je nog twee sleepogen. En, of shore-ogen eigenlijk moet ik zeggen. En verder heb je dus die Pro-kit. En met die Pro-kit dan krijg je nog wat extra's. Hè. Je hebt de basiskit, dat standaard. Maar krijg je bijvoorbeeld nog een laadruimte tussen de voorstoelen en het schijningsnet. Daar komt dan een vak te zitten. Die hebben we helaas niet om te laten zien. Maar hier hebben we bijvoorbeeld wel het extra vak wat er ook in wordt gebouwd bij de Pro-kit. Die zit onder de laadvloer nog. Dus dan heb je nog wat extra ruimte, eventueel ook voor de kabel natuurlijk. En verder heb je in plaats van twee, heb je zes shore-ogen. En in dit geval hebben ze hem zelfs helemaal op maat laten maken. En dan heb je een hele rails waar je dus van alles in vast kan maken. Het laden van de Kia Niro EV Cargo, hele mond vol, doe je aan de voorkant. Die zit hier. En dan heb je zowel een AC-lader als een DC-lader. Met AC-laden doe je er ongeveer 7 uur over om hem vol te krijgen. Mocht die bijna leeg zijn. En ga je kijken naar het DC-laden, dan laat je in een half uur tijd laat je ongeveer 5% op. En dat is dus een 220 km aan actieradius. Tel het op bij een beginactieradius van zo'n 460 km WLTP. Ja, dan heb je de dag zo rond. Want met 6 à 700 km dan kom je echt wel een eindje ver. En ja, die 460 dat blijft natuurlijk volgens testgegevens. Maar Kia is vaak wel dicht bij de realistische cijfers. Dus ga ervan uit dat je zo'n auto toch wel makkelijk boven de 400 kan halen wanneer je met die auto gaat rijden. Momenteel heeft deze auto geen trekuit eronder, maar dat is wel mogelijk. En daarmee kan je nog 750 kilo trekken. Dus geen grote karren, maar wat kleine handen spandiensten erachter. En dat is prima. En verder heeft hij een kogeldruk van 100 kilo.
Naast dat je in de Kia het comfort van een personenauto ten opzichte van een bestelauto, heb je ook de standaard luxe van een personenauto. Zo heb je bijvoorbeeld standaard achteruitrijcamera, sensoren achter. Je hebt een navigatie, een Apple CarPlay erop zitten, climate control. Dus echt wel luxe standaard. Ook nog adaptive cruise control, om een veilige afstand altijd te houden op de snelweg natuurlijk. Verder kun je ook nog kiezen, als je echt voor luxe gaat, bijvoorbeeld voor stoelventilatie en ook nog een panoramadak. Ja, dan heb je toch al een heel compleet bedrijfswagen. En wat mooi is bij Kia is dat ze ook nog een app erbij leveren. En op die app kan je ook van alles zien en instellen. Zo kan je bijvoorbeeld je klimaatregeling van tevoren regelen. Zodat je in de winter in een warme auto instapt. Je kan van tevoren je navigatie instellen. Je kan zien als de auto aan het laden is hoeveel die geladen is. Of wanneer die ergens staat om te zien van oh, hoeveel accu heb ik nog. Kan ik dadelijk dat ritje maken. En je kan je ritregistratie bijhouden. Dus ja, met zo'n app erbij heb je echt al een heel compleet product. Nou, wil je meer weten over deze auto, de cargo versie, het ombouwen en misschien ook weer terugbouwen, want dat kan namelijk ook. Ja, klik op de link in de beschrijving, vul je gegevens in en dan nemen wij contact met jou op.